Yo Nintendo fans! Vandaag staan we voor de zwaarste uitdaging in de Pokémon Isle of Armor DLC. We moeten namelijk Mustard gaan verslaan en die gaat zich niet inhouden. Dit is mijn teampie. Ik heb mijn team wat andere aanvallen geleerd. Psytic kent nu namelijk Wing Attack en dat is een physical attack. En dat is maar goed ook, want je ziet hier dat zijn physical attack veel hoger is dan zijn special attack. En eerst kende die alleen een flying type special attack. Dan hebben we hier Drudigan die nu Dragon Claw kent. Ja, en mijn Talonflame die kent eindelijk een fire type move. Namelijk Flame Charge. Super nice. En ik heb hem ook Steel Wing geleerd. Dan hier Buffalant. Die heb ik Revenge geleerd. Voor het geval dat hij te maken krijgt met hele sterke Pokémon die hem willen gaan klappen. En we hebben de Magnezone. Super chille Pokémon en elektrische aanvallen. Ja, dat is altijd wel chill om in je team te hebben. Hij kent ook nog Tri-Attack en Flash Cannon. Dus hey, dit gaat helemaal goed komen. Ik zou er ook nog voor kunnen kiezen om Miraco te gebruiken trouwens. Die doet gewoon 2 keer zoveel damage als dat je gepakt hebt. Als je tenminste een special attack op je hoofd krijgt. En dan hebben we natuurlijk Urshifu die we kunnen Gigantamaxen. Let's go! Oké, Mustard. Ik ben er klaar voor. Ben jij er ook klaar voor, vriend? Daar gaan we, jongens. Naar de battlefield. Mustard zegt, ik heb er meer en meer over zitten nadenken. Hoe gelukkig we mogen zijn dat jij de dojo bent binnengestapt. Het was zelfs een foutje in het begin, maar dat maakt niet uit. Hij wil ons bedanken en dat gaan we doen met deze battle. Let's do this, Mustard. Ga je je wenkbrauwen weer omhoog doen? Ja, ik denk het wel. Zo ziet het er wel naar uit. Ja hoor, kijk hoe gaan. Ja, hij ziet er wel vet uit met die wenkbrauwen zo omhoog. Echt een oude baas, jongen. Hij begint met een Mien Xiao. Nou, dat is top. Wij beginnen met een Scyther, dus dat is helemaal mooi. Ik hoop dat mijn wing attack genoeg is om hem te one-shotten. Ik hoop ook gewoon dat ik sneller ben. Ben ik sneller? Ja, hij begint weer met fake-out. Ah, dat is altijd zo naar. Die move gaat namelijk altijd als eerste. En dan ben je ook gelijk flinched. Oké, hij is sneller. Juist, ja. Misschien hadden we toch een scissor moeten maken van Scyther, jongens. Top dit, lekker. Weet je wat? Ik knal er wel gewoon gelijk Urshifu uit. Als jij het zo wil spelen met mij, als je gelijk hard tegen hard wil gaan, kom dan. Oh, wow. Wat doet die allemaal? Doe eens even normaal, alsjeblieft. Met je freaking Mien Xiao. Overleeft het ook nog allemaal? Ik krijg natuurlijk wel een klein beetje HP terug van mijn leftovers. Maar man, hij doet nog een keer close combat. Ga ik het overleven? Ik overleef het gelukkig wel. Oké, ik ben tot nu toe wel onder de indruk van Mustard, jongens. Die guy die is wel aardig zijn best aan doen. Dan komt hij nu met de Corviknight. Dan ga ik voor Talonflame. Ja, Corviknight zal wel weer sneller zijn, hè? Oh, nee, Talonflame is sneller. Nice, Flame Charge. Oh, maar dat doet echt helemaal niks. Oh, dat doet veel te weinig damage, joh. Oh, dit is echt niet oké. Ik heb hem wel geburnt. Dat is wel chill. Ja, ik denk nog niet dat ik hem ga slopen nu. Eens even kijken. Flame Charge. Nee, dit gaat hem nog niet slopen. Oh my gosh. Mustard maakt heel mijn team kapot, joh. Oké, ik heb het overleefd. Nice. Ik weet niet hoe, maar ik heb dit overleefd. Ik denk dat het tijd is om een full restore te gaan knallen. Hij gaat nog een keer voor Brave Bird. Dan denk ik eigenlijk dat hij zichzelf nu gaat slopen. Dus dat is top. Ja, oké. Ja, hij heeft recoil. En de burn, die maakt hem ook nog kapot. Nice. Oké. Corviknight is weg. Dan nu Lycanroc. Ja, dit is wel een ding. Oké, Buffalant. Jij mag het gaan proberen. Maar eigenlijk wil ik eerst even Urshifu gewoon even volledig healen. Urshifu hebben we sowieso nodig deze battle. We kunnen niet zonder Urshifu. Dat gaat gewoon niet lukken. Dat gaat hem niet worden. Ah, nee. Niet Stealth Rock doen. Nu krijgt iedere Pokémon die binnenkomt vanuit mijn team, die krijgt er damage van. Hij begint met Stone Edge. Ik heb Revenge gedaan, Stone Edge. Is dat een physical attack? Dat weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen. Oké. Ah, nee! Lycanroc leeft nog! Hoe krijgt hij het voor elkaar? Gewoon met 2 HP over of zo. Ik leef nu gelukkig ook nog. Het is wel het einde van Lycanroc, maar Buffalant kunnen we niet meer gebruiken deze battle. Buffalant en Talonflame gaan een leveltje omhoog. Oké. Dan nu, Komo-O. Ja, dan wil ik eigenlijk toch proberen of Talonflame hem 1 klap kan geven. Die gaat natuurlijk heel veel pijn hebben van die Stealth Rock. Ik hoop dat hij het overleeft. Daar is Komo-O. Oeh, zo dan. Oké, even een full restore voor Talonflame. Even rechargen. Ik hoop dat dat Komo-O nu niet iets gaat doen waardoor ik alsnog in 1 keer dood ben. Want dan zou het echt super zonde zijn. Hij doet cleansing skills. Nou ja, zijn defense is daarmee wel naar beneden. Dus dat is nice. Laten we hopen dat we hem slopen met acrobatics. En hopen dat ik sneller ben. Ik ben sneller. Ik doe acrobatics. Oh, en het scheelt zo weinig. Oké, daar gaat Talonflame, jongens. Daar gaat hij. Goed gespeeld, jongen. Ja, dan ga ik toch maar weer even Urshifu eruit gooien. Hè? Let's go Urshifu. Aerial Ace. En dan moet het klaar zijn. Zijn wij sneller? Wij zijn sneller. Lekker.
Dat is het einde van Komo-O. Hoppakee, lekker, die is ook weg. Dit was een sterke Pokémon, jongens. Dit was een lastige. Gelukkig is die down, daar ben ik heel erg blij mee. Magnezone gaat naar level 72. Dat is chill, oké dan. Nu Luxray. Dan ga ik Magnezone inzetten en hopen op Miracote. Of is het wel slim om te hopen? Moet ik toch voor iets anders gaan? Ah, nu heb ik echt twijfels. Laat me eerst voor Tri-Attack gaan. Daarmee kan ik hem burnen, daarmee kan ik hem bevriezen. Hij doet voor Crunch. Ja, Crunch doet mij ook wel pijn en hij is sneller. Dus dat is sowieso balen. Hij gaat wel voor de physical attacks. Dus het is niet slim om voor Miracote te gaan. Nee. Hij blijft voor Crunch gaan, dus voor de physical attacks. Oké, Tri-Attack. Let's go. Hoeveel pijn doet dit? Hij is voor de health down. Ik moet mezelf healen. Wat een battle, jongen. Dit is serieus een moeilijke battle. Als je Pokémon gebruikt die ongeveer hetzelfde level zijn, jongens. Dat is echt lastig. Oké, ik kan hem nu weer één Tri-Attack doen. Ik hoop niet dat dit critical is. Oh, mijn defense is ook nog eens naar beneden. Ik ga dit denk ik net niet redden met Magnezone. Tenzij ik hem nu burn of iets. Nee. Ja, dan ga ik toch mijn laatste Full Restore maar gebruiken. Oh, dit is zo spannend. Nou hoop ik niet dat hij mij dus in twee klappen sloopt. Ja, dat gaat hij dus wel doen. Oh, nee. Magnezone gaat kapot. En mijn Full Restore, mijn laatste Full Restore heb ik voor niks gebruikt. Ik had gewoon Drilligum moeten in gaan schakelen. Alhoewel... misschien is dit beter. Hij gebruikt Crunch, dan ga ik ook voor Crunch. Oh, hij kent Play Rough. Nee, joh, hij kent Play Rough. Oh, hij kent gewoon een freaking Fairy type move. Oké, die zag ik echt niet aankomen, jongens. Hij is nu wel echt bijna kapot, maar oh my gosh. Dit is niet oké. Oh, dan wou ik Buffalant gebruiken, maar dat gaat natuurlijk niet. Want we hebben nog van die spikes, we hebben nog zo'n Stealth Rock. Nee, en Urshifu is weak. Oh, hij is natuurlijk gewoon... een dikke Thunder-type Pokémon. Ah, Electric-type Pokémon. Ik moet nu sneller zijn. Ik ben sneller. Woe! Gelukkig, ik ben sneller. Oh, wauw. Oké dan. Het is echt geluk dat ik sneller ben dan Luxray. Anders had ik zo'n groot probleem. En nu komt gewoon alles aan op de laatste twee Pokémon. We zijn allebei bij onze laatste Pokémon nu. We hebben allebei... een freaking Urshifu. We gaan allebei Gigantamaxen. Dit is gewoon de battle van de Gigantamax Urshifus. Daar gaan we! Gigantamax Urshifu. Wat vet. Hij ziet er zo vet uit. Kijk dan. Ja hoor, en daar gaat hij ook. Daar gaat Mostert ook. Nou is het te hopen dat Mostert geen super effective moves heeft op mijn Urshifu. Anders heb ik een groot probleem. Ik heb wel super effective moves op zijn Urshifu. En deze ziet er trouwens ook echt super dik uit, jongen. De Dark type Urshifu. Holy crap. En wie is er sneller? Dat is ook een belangrijke vraag. Ik ben sneller. Dat is chill. En deze is super effective. Oeh. En die doet iets... ja, die doet ongeveer 1/3 damage. Mijn attack is hierdoor wel omhoog. Maar ik ga hem niet kunnen slopen strakjes in de volgende move. Dat gaat me niet lukken. Hij doet G-Max One Blow. Oké. Die doet niet zoveel damage. Nice. Gaan we dit alsnog winnen? Deze gast is echt een baas, jongen. Hij heeft echt een supergoed team. Daar gaan we, jongens. Nog een keer. Max Knuckle. Super effective move. Oeh, hij heeft nog 1 HP over. Nee. Jij lucky bastard. Hij gaat voor Max Ooze. Dat is ook niet super effective, dus dat is nice. We winnen deze battle alsnog. Deze battle is zo intens. Ik kijk hoe lang ik aan het opnemen ben. Ik ben gewoon al 20 minuten aan het doen over deze ene battle, hè. Daar ga je. Urshifu. Je bent down. Mijn Urshifu. Jij bent de baas. You did it. Later. Oh. Oké, Mustard. Nu snap ik dat jij de baas bent van deze dojo. Dude, jij hebt het zo goed gedaan. Holy crap. Jouw team is echt... woe. Nice. Hij zegt gefeliciteerd. Vanuit de bodem van mijn hart. Dankjewel. Hij heeft zich niet ingehouden en toch hebben we hem verslagen. De leerling wint van de meester. En dan is de meester super trots, zegt hij. En we krijgen zijn speciale Leecard. Dankjewel, Monster. Het was een eer om met je te mogen battelen. Man, wat was dit lastig. Hij gaat opnieuw trainen en hier is de rest van de gang. Hoppy is erbij, Avery is erbij, alle leerlingen zijn erbij. Honey is erbij en iedereen staat super verbaasd te kijken, behalve Hop. Alleen Hop, die stond zo. Mostert zegt, ah, jullie waren er allemaal. En Honey die zegt, ah, ik kan het niet aan als je battle zo serieus neemt. Honey was afgeleid, maar ze zegt, ah, je was echt amazing, Rick. Goed gedaan. En deze guy zegt, nou, we hebben allemaal zo'n max soep vanavond om het lekker te gaan vieren. En Hop is inderdaad niet verbaasd. Die zegt, ja, ik wist al dat je ging winnen. Jij was goed, je Urshifu was goed. Urshifu is trots. Mijn Urshifu was inderdaad echt goed. Holy crap. En Avery die zegt, hoe zal ik dit zeggen? Misschien moet ik je ook maar feliciteren. Maar dat ga ik niet doen. Hij zegt, ik zie niet in waarom ik ook maar iets zou vieren. What the dude? Avery, man. Nou, hij zegt, nou, de volgende keer als wij gaan battelen, dan ga ik winnen. Sowieso. Ik zeg gewoon tegen hem, are you sure? Want ik denk het namelijk niet, vriend. Nu zegt hij dat ik attitude heb.
Ik heb attitude, Avery. Je mama heeft attitude. Dat is normaal, joh. Mossen zegt, nou, dat was het voor de training van vandaag. De meester ziet er weer normaal uit. En hij zegt, ja, ik hoop dat je vaker langskomt en meer battles doet, want dat maakt ons allebei sterker. Ik zal er klaar voor zijn als dat gaat gebeuren. Anyway, laten we teruggaan. We zijn one big happy family. En dat was het blijkbaar. Dat is the end. Dit was het einde van de Pokémon Isle of Armor DLC. En nu zegt zij van, ja, ik geloof niet dat dat je is gelukt, deze battle. Maar je kan nog een training gaan doen, namelijk de Restricted Sparring. Dan mogen we waarschijnlijk alleen maar Pokémon van een bepaald type gebruiken of zo. Ja, de storyline is dan misschien klaar, maar er valt nog genoeg te doen in deze Isle of Armor DLC. En daar gaan we in de volgende video's gewoon nog even naar kijken. Wat kunnen we nu nog doen? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!